Burgemeester, deel eens uw reactie op de vliegtuigcrash. Ja, ongeloof. En natuurlijk bizar als je ook de beelden ziet op tv en de laatste stand van zaken. En ja, zo ontzettend veel mensen die omgekomen zijn. Ja, dat kunnen we niet bevatten. En ja, dan leef je ook mee met iedereen die familie heeft, vrienden of bekenden die omgekomen zijn bij dit bizarre. Ja, wat is het? Laten we maar een ramp noemen. Dus ja, echt ongeloof en we staan machteloos. Waarschijnlijk zijn er ook burgers uit Pelemaas betrokken bij dit ongeluk. Ja, in ieder geval de signalen uit de samenleving gekregen nu dat het inderdaad een aantal inwoners uit Pelemaas ook betrokken zouden zijn bij de ramp. Maar we hebben nog geen officiële terugkoppeling gehad. Dus ons past ook een hele bescheiden reactie. Ik ga ervan uit dat eerst alle familieleden te horen krijgen of inderdaad hun gezinsleden daarbij betrokken zijn. En vervolgens verwacht ik in de loop van deze dag een telefoontje ook vanuit het Nationaal Crisiscentrum, dat het ook inwoners van onze gemeente betreft. Welke rol kan de gemeente hierin spelen? Ja, dat laten we ook altijd over aan de familie en wat zij daarmee willen. Ze zijn natuurlijk de familie is aan zet en wij kunnen faciliterend zijn. Dus als er een verzoek komt om te helpen of om ervoor te zorgen dat er wat zaken geregeld moeten worden, dan zullen wij daar actief op inspelen. Maar nogmaals, ja, de families zijn leidend hierin. Welke invloed heeft dit nou voor de burgers in Pelemaas? Nou, een hele impact. Het is natuurlijk logisch ja, dat de mensen die dit gezin kennen, ja, die kunnen dat ook niet bevatten. En ja, je hoort overal dat mensen het erover hebben. Dus het leeft ontzettend. Mensen leven ook ontzettend mee. En ja, het heeft gewoon, met name de kleine gemeenschappen, heeft het ontzettend veel impact. Dus wij gaan ook kijken of we dat kunnen kanaliseren en wat de rol van ons als overheid is. Maar nogmaals, in eerste instantie een hele bescheiden rol. En laten we het afhangen van wat de familie zelf wil.